Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Staat hier een blije Sargon of iets minder blije? Uiteindelijk mag je blij zijn met de punten, maar als je 2-0 voor staat, dan moet je eigenlijk de wedstrijd gewoon winnen. Ja, want HHC natuurlijk wat problemen gehad met scoren. Nu super lekker dat je eigenlijk 3 goals maakt in de eerste helft. Want er werd nog een doelpunt afgekeurd. Terecht bleek uit de beelden, zei Karsten. Hoe zag jij dat, die eerste goal? Nou ja, ik weet niet, volgens mij moet je hand erop leggen. Maar als je een vingertje erop legt, ik weet niet of dat dan als klem wordt beschouwd. Maar ik had hem eigenlijk al getild, alleen de scheids keurt hem helaas af. En dan maak je gewoon 2 goede doelpunten. Waarvan 2 gewoon hele mooie aanvallen en eigenlijk moet je dan 2-0 gaan rusten. En dan kun je die tweede helft gewoon dan rustig uitspelen, alleen dat gebeurt op dit moment niet. Nee, hoe ga je dan de kleedkamer in? Ja, eigenlijk wel heel zuur, want je speelt gewoon een half uur gewoon heel goed. Ze hebben eigenlijk geen kans gehad, alleen een paar afstandsschoten. En uiteindelijk maken ze een aansluitingstreffen en zij gaan dan vertrouwen krijgen. En de tweede helft lopen wij eigenlijk alleen maar achteruit. En pompen ze eigenlijk alle ballen in de 16. En dan roep je het eigenlijk ook een beetje over jezelf in. Ja, hoe vond jij Kozakken Boys als ploeg spelen vandaag? Nou ja, volgens mij hadden ze 1 concept en dat was alle ballen gewoon op de spits en dan eromheen bewegen. En als dat hun spel is, dan ze pakken de punten mee. Dus voor hun is het prima, denk ik. Je merkt nu ook wel een beetje dat HHC een beetje een ritme probeert te komen. Dat ze een beetje ritme krijgen thuis. Hè? Van de 4 wedstrijden had je er al 3 gewonnen. En nu gelijk spel waar je van tevoren misschien wel voor zou tekenen. Dat gevoel dat wordt beter? Maar het gevoel is wel dat we op de goede weg zijn. Hè? Maar kijk, als je 2 keer scoort voor rust, dan heb je gewoon het gevoel dat je die wedstrijd eigenlijk gaat winnen. Want tot op dat moment hadden ze eigenlijk helemaal geen aanspraak op het doelpunt of iets dergelijks. Alleen kom je eigenlijk op een knullige manier kom je op 2 en in de tweede helft mag je blij zijn met de punt uiteindelijk. Ja. En die 3-3 valt dan in de blessuretijd. 6 minuten erbij, fors. Wat vond je daarvan? Ik had eerlijk gezegd 3 of 4 minuten, maar waarschijnlijk hadden zij het anders gezien. Dat zagen ze de hele wedstrijd al eigenlijk. Maar uiteindelijk goed voor ons dat er 6 minuten bij kwamen, want daardoor maken zij wel naar eigen doelpunt. En uiteindelijk gewoon een goed punt, denk ik. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.